Oké. Nee, gefeliciteerd dan. Veel plezier dan. Doeg. Hij eet niet mee dus? Nee, hij... Zijn teamgenoot is jarig, dus hij heeft ze allemaal uitgenodigd voor pizza. Ik heb nagedacht. We vertellen hem gewoon niks. Betekent dat ook dat je je minder bezig gaat met hem? Doe niet zo belachelijk. Realiseer jij je dat dit straks op een hele grote teleurstelling voor jou gaat uitlopen, Laan? We vertellen hem gewoon niks. Nu niet en misschien wel nooit niet. Leugens komen uit, ook als je dat niet wil. Juist als je dat niet wil. Nou, Amir zegt niks, ik zeg niets. Ik zou het heel fijn vinden als jij ook alsjeblieft je mond wil houden. Mam, ik vind hem echt heel erg leuk. En ik hoop dat je me een kans wil geven bij hem. Van mij hoort hij niks. Maar na alles wat er met Valentijn is gebeurd, doe alsjeblieft een beetje rustig aan, oké? Ja. Dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Ik ga even iets warmers aantrekken. Dit is het beste voor iedereen. En ik ben blij dat jij dat ook zo inziet. Dit is voor niemand goed. Dat Lana dat niet beseft, dat heeft met haar leeftijd te maken. Maar dat jij dit blijft verdedigen, daar snap ik helemaal niks van. Dit is in het belang van Bobby. Hou op met tegen jezelf te liegen, man.